een beetje omslachtig was het wel. Een factuur deed er al gauw zo'n paar weken over voordat die betaald werd. En het gaat wel om zo'n 250.000 facturen per jaar. Echt waar, 250.000. Dit stuk begint vanaf hier aan zijn reis door het provinciehuis. Provincie gaat digitaal. Bestaand pand, nieuwe organisatie. Dezelfde naam, dezelfde taken, dezelfde mensen, maar een nieuwe manier van werken. Kortom, het nieuwe CIBG. En 36% komt uit het zuiden, uit de richting Assen. En driekwart komt met de auto, 16% met het openbaar vervoer en verder duizenden fietsers. Zo'n mooi uitzicht, hè? En wat nou het bijzondere is dat ze al een jaar of 10 geleden... Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Contracten, belastingen en hygiëne? Tot hoe laat mag ik eigenlijk 's avonds open? En muziek? Zie je wel? Nou, daarom is er het bedrijvenloket. Alle regels van de overheid waar je als ondernemer mee te maken hebt op één site. Zorg daarvoor! Dat weten we niet, Bert. Zeg het ons! Snel! Over water! Yes! Elke toepassing heeft een eigen communicatiekanaal, een eigen frequentie. Een telefoon heeft een andere dan Radio 1. En het is vol in de ether. Om chaos te voorkomen en om ervoor te zorgen dat iedereen ongestoord kan communiceren, is er Agentschap Telecom. Dat verdeelt en bewaakt het gebruik van alle telecomfrequenties. Om een frequentie te mogen gebruiken, is een vergunning of registratie nodig. Dit zijn de Wieringa's. Lekker stel. Ja, en ze wonen op de mooiste plek van de wereld, in de provincie Groningen. Tja, dat kon inderdaad minder. En vader IJzen werkt in de Eemshaven, in de energie. In de energie? Ja, met al die windmolens en nieuwe centrales komt straks 1/3 van alle elektriciteit voor heel Nederland uit Groningen. Dat is energie en werk voor een paar duizend man. En wie zit daar dan achter? Nou, bedrijven, gemeenten en ook de provincie. De provincie? Ja, ook de provincie.